Goedendag. U kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolken boven Nederland. Vooral boven het zuidoosten zijn ze nog vrij dik. In de rest van het land zijn het vooral hoge sluierwolken. De wolken trekken weg, dus ook in het zuidoosten gaat de zon geregeld schijnen. In het midden en noorden wordt het zelfs een stralend zonnige ochtend. Temperaturen lopen dan rap op en vanmiddag wordt het zo'n 25 graden op de Waddeneilanden en rond 27 of 28 in het binnenland. In Brabant verwacht ik lokaal 29 graden. In het zuiden een paar stapelwolken, daar lokaal kans op een bui, zowel in de namiddag als in de vroege avond. Verder een heerlijke zomeravond, temperaturen van 22 tot 24 graden. De windwaarde vandaag weer uit het noordoosten, 3 tot 5 voor. Morgen wordt de wind oost tot noordoost, neemt de fractie af. Verder zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. en Later op de dag kan er dan in de oostelijke helft van het land misschien een bui vallen. Het wordt dan 25 tot 27 graden. Vanaf vrijdag verandert het weerbeeld, er komen meer wolken, er gaan vaker buien vallen en er kan ook een enkele keer onweer bij zitten. De temperatuur levert dan iets in, er komt tussen 23 en 26 graden uit. Na zondag wordt het waarschijnlijk nog minder warm. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.